Hoi en welkom bij deze vlog. Mijn naam is Linde en vandaag ga ik jullie meenemen tijdens mijn dag als student in coronatijd. Ik ga vandaag voor het eerst weer een college volgen, want het is de eerste dag van het semester. Maar eerst ga ik even ontbijten. Ik studeer Global Law. Ik zit nu in het laatste jaar van mijn bachelor. Dus ik woon ook al bijna 4 jaar hier in Tilburg. Ik heb eerst in een heel groot studentenhuis gewoond met 20 huisgenoten. Maar het werd op een gegeven moment toch wel iets te veel. Dus ik woon nu in een huis met 3 andere meiden. En dat is ook echt super gezellig. En zeker nu in coronatijd vind ik het echt heel chill om gewoon op kamers in Tilburg te wonen. Omdat je zo toch een beetje studentenleven kan ervaren en heel veel leuke dingen kan doen met je huisgenoten. Omdat het de allereerste dag is van het semester, vind ik het fijn om eerst een beetje overzicht te krijgen van mijn vakken en hoe het semester voor mij een beetje uitziet. Op de campuspagina, hier zie je al mijn vakken. Ben ik even rustig aan het doorkijken hoe alles eruit gaat zien dit semester. Hier zie je mijn rooster en al mijn vakken. Dus zoals je ziet heb ik ongeveer 6 colleges in een week. En omdat ik ook een vak volg van een andere studie, heb ik dus ook een beetje overlapping. Al die 6 vakken volg ik dus vanuit huis. En daarbuitenom heb ik dus eigenlijk nog meer dan genoeg tijd om leuke dingen te doen, om te sporten. Om af te spreken met vriendinnen. Dus ook al is het in het begin, kan het zeker wel wat drukker zijn. En moet je een beetje wennen aan studentenleven. Het is echt dat je de hele week alleen maar aan het studeren bent. Nou, ik zit helemaal klaar voor mijn Zoom college. Ik moet alleen even wachten tot ik in mag kijken. En eigenlijk is het gewoon net als een echt college. Meestal heeft iedereen gewoon zijn camera aanstaan. En dan kun je ook gewoon vragen stellen. En is het eigenlijk gewoon net een live college. Hello, good morning everybody. Good to see you in this class. Oké, ik ben net klaar met mijn college. Het is nu 2:30, dus ik ga nog heel eventjes 2 uurtjes verder studeren. Want ik heb een opdracht die ik deze week moet inleveren. Dus dan is het toch voor 4:30 als ik klaar ben. En dan kan ik lekker een stukje gaan wandelen. Zeker nu in coronatijd zit je echt de hele dag binnen als je thuis aan het studeren bent. Dus dan vind ik het zelf wel even chill om heel veel naar buiten te gaan. We gaan nu even lekker koken en vaak koken gewoon met z'n tweetjes, omdat dat wel net zo gezellig is. En dan gaan we straks met z'n vieren lekker eten. Nou, dat was onze avond en daarbij sluit ik ook de vlog van vandaag af. Hopelijk vonden jullie het leuk om even met mij mee te kijken vandaag. En als jullie nou meer informatie willen over studeren aan Tilburg University, dan kunnen jullie altijd even op de website kijken. En heel erg bedankt voor het kijken. Doei!